Kinderboerderij in de Hoge Vught in financiële problemen. Een kijkje backstage bij de Grote Kerk. En brand- en schuimrubberfabriek Polyflok. Dit is het weekoverzicht van Breda Nu. Met het weekend voor de deur laten wij u vanavond graag de Breda's gebeurtenissen van de afgelopen week zien. Afgelopen weekend organiseerde het Gilde de Baronie een backstage rondleiding in de Grote Kerk. De tour nam de bezoeker mee langs plekken die normaal gesproken niet open zijn voor publiek, zoals de consistoriekamer en de kapittelzaal. Gilde de Baronie organiseert verschillende rondleidingen in de Grote Kerk in Breda. Tijdens de backstage tour kom je in ruimtes van de Onze Lieve Vrouwenkerk die doorgaans niet voor publiek toegankelijk zijn. Nou, we zijn hier omdat we morgen naar een bedrijf toe gaan die een open huis heeft. Daar werkt onze zoon. Nou, we doen het wel eens vaker dat we dan 2 dagen een stad gaan bezoeken. Dus we dachten, dan blijven we hier overnachten en dan gaan we vandaag Breda alvast verkennen. En vanwaar dat heeft besloten om deze rondleiding te gaan doen? Nou, we zijn heel erg geïnteresseerd in kerken. We zijn zelf ook kerkelijk. Elke zondag gaan we naar de kerk en we weten het een en ander van, de gebouwen niet altijd. Dus het is gewoon prachtig om te zien hoe ze vroeger al vol passie zo'n gebouw hebben neergezet en die historie die eraan vastzit. En, ja, dat vinden we mooi gewoon, dat trekt ons. En wat vond u van deze rondleiding? Waarom moeten mensen dit gaan bezoeken, denkt u? Nou, in de kerk kun je zelf rondkijken. Met een folder kun je allerlei informatie aan de weet komen. Maar je ziet nu dingen waar je eigenlijk geen idee van hebt. Je loopt als het ware boven de hoofden van de mensen. Je ziet wat er allemaal hierboven gemaakt is om dit gebouw zo te laten blijven zoals die begonnen is. Dus ik zou zeggen, allemaal echt doen. Is het aanraden waard. Voor de mensen die het niet weten, wat kunnen zij hier zien tijdens deze rondleiding? Ze kunnen dingen zien waar je anders niet in komt. Dus zeg maar boven de gewelven, als je gewoon de kerk inkomt, kan je niet zien wat er boven de gewelven zit. Hoe het dak opgebouwd is, geconstrueerd is. En kleine details aan de buitenkant waar je anders ook niet bij komt. Dus dat willen we de mensen graag laten zien. En u zei dat hier in de Grote Kerk meer rondleidingen zijn. Wat maakt deze rondleiding anders dan die andere rondleidingen? Nou, we proberen iedere keer een ander accent te leggen ergens op. Dus dit was, zoals hij heet, backstage. En dan ga je echt een kijkje nemen in de keuken, achter de schermen. We hebben daarboven ook een keukentje gezien. Dus dat er ook echt gekookt wordt hier. Dat deze ruimte gehuurd kan worden en dat die gebruikt wordt. Het college van Breda, de burgemeester en wethouders, maken hier zelf ook zeer regelmatig gebruik van. Maar ook het bedrijfsleven. Vergadert, luncht, dineert hier, want dat is gewoon ook allemaal mogelijk. Wij willen laten zien dat die kerk vroeger ook anders geleefd heeft. Dat er andere mensen, dat er op een andere manier hier gewerkt en geleefd werd. En daarom hebben we het gehad over de kanunniken, het hele verhaal van de overgang van katholieke kerk naar protestante kerk. De Nassaus die hier nadrukkelijk een stempel op deze kerk hebben gedrukt. Na een besluit van de gemeente om de subsidie aan de kinderboerderij in de Hoge Vught stop te zetten, is de toekomst van het bedrijf onzeker. De gemeente vindt dat de Parkhoeve te weinig doet om de broek zelf op te houden. Ja, we staan hier dus op kinderboerderij Parkhoeve. En als ik het goed zeg, vierden jullie 3 jaar geleden nog jullie 12,5-jarige jubileum. Maar heeft de gemeente nu de subsidie stopgezet? Of die willen ze stopzetten? Hoe komt dat? Ja, daar hebben we eigenlijk geen idee van. Hun redenatie is dat wij zelf voorzienend moeten zijn. En daar zijn we keihard mee bezig. Maar het is gewoon heel beperkt wat je kan op deze locatie. Dus ja, we moeten de uiteindelijke beslissing, we hebben bezwaar aangetekend. En moeten de beslissing gewoon afwachten. Wat is hier uitgekomen? Ja, dat weten we nog niet. De uitspraak krijgen we pas over 6 weken. En hoe reageerden jullie op de afwijzing van het subsidieverzoek aan de gemeente? Ja, vanzelfsprekend ben je teleurgesteld. Aan de andere kant heeft de gemeente wel heel duidelijk gemaakt dat we op termijn zelfvoorzienend moesten worden. En
denk dat dan inderdaad ook wel een stukje communicatie is geweest tussen ons en de gemeente. Dat die zelfvoorzienendheid gewoon heel erg lastig zou worden. En ja, als je het dan af gaat wachten, dan is het natuurlijk een teleurstelling als je ineens van alles naar niets gaat. En als de subsidie niet wordt vergeven, wat is volgens u dan een mogelijke oplossing? Dan zullen we ten eerste natuurlijk moeten roeien met de riemen die we hebben. En een stukje uit onze eigen inkomsten moeten halen. Maar we weten natuurlijk allemaal dat er in Nederland heel veel potjes zijn. En heel veel kanalen om aan geld te komen. En dan zullen we daar heel veel energie in moeten gaan steken. Om inderdaad beroep te gaan doen op andere subsidies. Hoe reageerde u toen u hoorde dat kinderboerderij Park Hoeve mogelijk moet sluiten? Ja, boos. Ja, geschrokken eigenlijk in eerste instantie. Het artikel 3 keer even goed doorgelezen. En inderdaad, toch wel heel erg verbaasd ook dat er sprake van een sluiting zou kunnen zijn. Uw Facebookpagina Kinderboerderij Breda Noord moet blijven. Heeft inmiddels zo'n 430 likes. Wat probeert u met deze pagina te bereiken? Nou, ik heb het eigenlijk een beetje in een opwelling gedaan. Ik dacht, ik ga eens even kijken. En dan zie je dus inderdaad de likes en ook de foto's die gepost worden. En ook alleen maar positieve reacties van mensen dat het echt verschrikkelijk zou zijn als die zou sluiten. Wat zou een mogelijke sluiting van de kinderboerderij volgens u voor Breda betekenen? Voor Breda kan het meevallen, maar voor de Hoge Vught, dus eigenlijk de hele Hoge Vught, Doornbos, Geren Noord, Geren Zuid, nu ook de nieuwe wijk Waterdonken, voor de kinderen heel veel. Want ik denk dat dit nog de enige plek is waar ze gewoon lekker onbezorgd kunnen spelen en een ijsje kunnen eten of eigenlijk altijd terecht kunnen. En ik vind het contact ook met de dieren heel erg belangrijk. Dus het zou heel erg zijn als dat niet meer kan. En ook voor de kinderen die allemaal nog gaan komen. Want ook zo'n wijk, net als de Waterdonken, hele nieuwe wijk, heel veel kinderen. Mensen kunnen het lopen of op de fiets, ze zijn er zo. En het is een prachtige omgeving, dat heb je al gezien. In dit weekoverzicht kijken we ook naar wat ons opviel op social media en in de krant. Een kort overzicht. Jonge quote-miljonairs uit de regio komen allemaal uit Breda. De vier West-Brabanders die het hebben geschopt op de quotelijst van jonge miljonairs zijn alle vier afkomstig uit Breda. Het tijdschrift publiceerde dinsdag een lijst met erop de top 100 van jonge miljonairs in Nederland. De hoogste notering bij de West-Brabantse delegatie is weggelegd voor Robert van der Korpet. De man die beter bekend is als DJ Hardwell staat op de 30ste plaats met een geschat vermogen van 16 miljoen euro. Datzelfde bedrag bezit volgens quote ook Sylvie Meijs, die daarmee de tweede positie meteen na Hardwell bezet. Dode man gevonden in water bij Baronielaan in Breda. Vermoedelijk geen misdrijf. In Breda is vrijdagochtend bij de Baronielaan een dode man gevonden in het water. Het gaat volgens de politie vermoedelijk niet om een misdrijf. Hoe lang de man in het water heeft gelegen is onduidelijk. De recherche heeft onderzoek gedaan waarna het lichaam door duikers van de brandweer uit het water gehaald is. Miljoenen strop dreigt voor gemeente Breda in rechtszaak rond winkelcentrum De Lunet. Het ziet ernaar uit dat de gemeente Breda diep in de buidel moet gaan tasten in het langslepende juridische gevecht rond het leegstaande winkelcentrum De Lunet. De Raad van State, die woensdagochtend met een tussenvonnis kwam, stelt de eigenaar van De Lunet in grote lijnen gelijk als het gaat om de vraag wie er verantwoordelijk is voor de leegstand in het winkelcentrum. Volgens De Lunet-eigenaar is dat de schuld van de gemeente Breda die enkele jaren geleden meehielp aan de ontwikkeling van het nieuwe, op een steenworp afstand van De Lunet gelegen winkelcentrum Stada Stores bij het NAC-stadion. Natuurlijk hebben we in dit weekoverzicht ook weer een foto van de week. Deze foto is gemaakt door Gree van Pelt en hebben we ontvangen van In Breda. Grote rookwolken trokken woensdagmiddag over Breda toen de brand uitbrak in schuimrubberfabriek Polyflok. De brand richtte enorme schade aan bij het bedrijf en de rookwolken was in de wijde omgeving van Breda te zien. Flinke rookwolken aan de Meikenbroek. In een schuimrubberfabriek is brand uitgebroken. Volgens de politieagent ter plekke is er zelfs kans op ontploffingsgevaar. De veiligheidsregio zegt dat er geen mensen meer in het pand aanwezig waren. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zegt mensen om weg te blijven uit de omgeving van de brand en de hulpdiensten de ruimte te geven. Door zeer veel rookontwikkeling is het advies ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Dit was het weekoverzicht van Breda Nu. Mocht u nog meer van ons willen zien, dan kunt u natuurlijk kijken op onze website of op onze social media kanalen. Voor nu wens ik u een fijn weekend en graag tot volgende week.